Een ernstige zaak. Ik kom hier pleiten voor een inwoner van onze gemeente die op 11.000 kilometer van hier in een Argentijnse cel in grote problemen verkeert. Met deze brief van de gemeenteraad van Schermer nam Jan Wezelenburg het in 2012 op voor Giulio Potsch, die tot zijn arrestatie een dorpsgenoot was. Ik vond het een hele typische zaak dat iemand alleen maar op een gerucht door een medewerker die er niet eens bij was, opgepakt wordt en er iets mee gedaan wordt. Potsch zou tijdens een etentje hebben toegegeven in de jaren 70 dodenvluchten te hebben uitgevoerd in Argentinië. Dictator Videla liet toen tegenstanders boven zee uit een vliegtuig gooien. Potsch heeft altijd ontkend. En ook Wezelenburg is ervan overtuigd dat hij onschuldig is. Ten eerste de tijd dat dingen daar plaatsvonden waarvan hij beschuldigd werd, was hij werkzaam aan de grens met Chili. En ten tweede, die vluchten werden uitgevoerd met de Lockheed Electra toestellen. En daar is een speciale bemanning voor nodig. Dat kan nooit iemand in zijn eentje doen. En daar moet je voor opgeleid zijn. Na een proces van jaren doet de rechter vandaag in Argentinië uitspraak. Wezelenburg vreest het ergste, maar hoopt natuurlijk dat Potsch, die hij overigens nog nooit ontmoet heeft, vrijkomt. Oh, ik denk wel dat ik hem geluk ga wensen als hij weer in Nederland is. Dat lijkt me wel heel zinvol. In de loop van de avond wordt duidelijk of Potsch ooit naar Zuid-Schermer zal terugkeren.